Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Ja, ondertussen staan wij op een geheel nieuw podium bij de band Red Valley. Welk nummer gaan jullie als eerst doen voor ons? The Story of Randy Grouse. Ben je er klaar voor? Ja. Ben jij er klaar voor? Uiteraard. Ben jij er klaar voor? Het podium is voor jullie mannen. Thanks. Bij ons aan tafel zit ondertussen de mannen van Red Valley. Mannen, welkom. Dankjewel. Even voor de kijkers thuis. Jullie hebben de scholierenband Battle Run, hè? Waarom wilden jullie daar eigenlijk aan meedoen? Ja, het begon eigenlijk omdat we zaten op school. En we zagen een poster hangen van de scholierenband Battle. En op een gegeven moment kwam onze oud-drummer van toen nog naar ons toe van... Jongens, ik heb ons ingeschreven voor scholierenband Battle. Ja. Dus eigenlijk was het niet echt... eigenlijk was het een beetje... snel en plotseling. Maar toen in eerste instantie dachten we van willen we dit wel? En toen moest je nog 20 minuten aan materiaal hebben en we wisten niet zeker of we dat zouden hebben. Dus toen was het allemaal een beetje stressen, maar uiteindelijk dachten we doen het gewoon en toen zijn we gewoon meegedaan. We hebben gewoon meegedaan en ja, zo is dat dus gekomen. Afgelopen week vond de opening plaats van Muzieksalon Spronk. Een middag vol muziek waarin de plannen van het komende jaar werden gepresenteerd en er spetterende optredens plaatsvonden. Wij staan hier bij Jetje van Wijk en Jetje is de grote spil van de muzieksalon Spronk. Jetje, hoe lang is het geleden dat jij hiermee begonnen bent? Nou, toen de firma Spronk, muziekhandel Spronk, nog er was, waar we de fijne cd'tjes konden kopen. En dat is denk ik zo'n 9 jaar geleden of 7 jaar geleden, zoiets. En kun je iets zeggen over hoe die muzieksalon Spronk zich ontwikkeld heeft? Want we hebben natuurlijk niet meer de zaak, hè, de muziekzaak Spronk. Maar de muzieksalon Spronk is springlevend, denk ik. Vertel. Ja, dat is zeker. Nou, we zijn eigenlijk van een leuk, vriendelijk initiatief... zijn we toch uitgegroeid tot iets wat wezen mag. Het is allemaal professioneel van niveau. En we hebben een vaste kern bezoekers. Iedere maand komt er wel zo'n 80 mensen op af. Dus ja... We mogen niet klagen. Muziek is heel erg belangrijk voor mensen, denken wij. Kunt u zeggen waarom het voor u belangrijk is? Ja, wij komen altijd hier naar Spronk Muzieksalon. Mijn man heeft al sinds lang Alzheimer, gaat ook naar dagopvang. Heeft altijd van klassieke muziek gehouden en dit spreekt hem heel erg aan. Dit is voor hem herkenning en hij wordt er heel rustig van. Peter, meestal gaat de muzieksalon over klassieke muziek. Maar jij gaat geloof ik iets anders doen.
Ja, ik begreep van Jetje van Wijk dat er vanuit het publiek een vraag was gekomen over jazzmuziek, of er aandacht aan besteed kon worden. En toen ben ik benaderd. Muziek is heel belangrijk voor mensen, omdat het emoties naar boven kan halen die je met woorden nooit naar boven krijgt. Bijvoorbeeld als je verdrietige muziek hoort, dan voel je ook die emotie. Is dat jullie allemaal single bezig zijn. Yeah. Willen jullie daar iets over, of kunnen jullie daar iets over vertellen al? Jazeker. We hebben onze nummer Money Burns, die was ook hebben gespeeld hier. Die hebben we, omdat we Schoenier en Bambad hadden gewonnen, mochten we bij Abroad Studio mochten we een single geven. In een professionele studio, dat is heel tof om te doen. En daar kreeg je echt heel veel ervaring door ook, om te zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. En toen hebben we dus dat opgenomen en op een gegeven moment hebben we gewoon besloten van oké, dit gaan we gewoon proberen op Spotify te krijgen en op SoundCloud zetten. Dus dat, op SoundCloud staat het al, dus als je ons opzoekt, dan kan je op SoundCloud een single zoeken. Maar ja, op Spotify dat komt binnen. Ja, dat komt binnen. Ja, en als laatste vraag ben ik eigenlijk wel benieuwd, net bij iedereen, van waar zien jullie jezelf over 10 jaar? Die is voor jou. Ja. Nee, die is voor jullie alle drie, maar ik begin met jou. Over 10 jaar, ja, dat is dikke 27. Ik hoop dat dit nog is. Het is niet hier bij de club van 27 hoort. Zo. We hopen eigenlijk gewoon dat we wel een stuk bekender zijn, vooral in de regio van Breda. En dat we dan op Breda Bars kunnen spelen ieder jaar. 10 jaar? Ja. Nou, dat is zeg maar een beetje mijn doel voor 1 jaar, denk ik. Ja, hier hebben daar niet zo heel erg veel over eigenlijk. Maar, nee, eigenlijk niet. We laten allemaal een beetje op ons afkomen, hè? Ja, precies. Gewoon steeds meer en steeds beter proberen. Dan komen we vanzelf, hopelijk. Laten we de lat hoog leggen over 10 jaar zeker dan, hè? Ja, dat is het. Ik kan ook niet. Kennen ze het. Ja, die hebben die kregen toch voor elkaar. Ja. Nou mannen, ik ga jullie heel veel succes wensen. En echt super bedankt dat jullie wilden komen naar ons. Zeker, en dan schakelen wij nu nog even over naar de popdokter met Hans Koppier. Lady Gaga is hot. Het album van de film A Star Is Born is binnengekomen op nummer 1 in de Billboard Top 100 lijst. Lady Gaga is hiermee de eerste vrouwelijke artiest die dit decennium met 5 platen op nummer 1 terecht kwam. 5 mannen gingen haar voor. Drake lukte het 8 keer, Justin Bieber 6, Future, J. Cole en Kanye West voerden ieder net als Gaga 5 keer de lijst aan. Lady Gaga, die een van de 2 hoofdrollen speelt in de film A Star Is Born, heeft ook meegeschreven aan het album. Ze is te horen op meerdere tracks. A Star Is Born vertelt het liefdesverhaal van 2 muzikanten die een hartstochtelijke romans beleven. De film is momenteel razend populair en krijgt veel lof van critici. Voor Lady Gaga een uitstekend filmdebuut. Lady Gaga werd in 1986 geboren in New York. Ze werd wereldwijd bekend met het nummer Just Dance, dat in veel landen de eerste positie bereikte. Gaga kreeg nog meer internationale bekendheid met het nummer Poker Face, dat een mega-hit werd. In ruim 20 landen haalde het de eerste plaats, waaronder in Nederland. Het werd in veel landen, zoals België, de bestverkochte single van 2009 en de bestverkochte single wereldwijd. Sinds 2017 zijn er in totaal ruim 13 miljoen exemplaren van het nummer verkocht, waarmee het één van de bestverkochte singles aller tijden is. Het heeft ook een Grammy Award gewonnen in 2010 in de categorie Best Dance Category. In 2017 trad Lady Gaga op bij de Super Bowl Halftime Show. De show werd in de Verenigde Staten ruim 150 miljoen keer bekeken, waarmee het de best bekeken halftime show ooit is sinds Katy Perry optrad in 2015. Gaga zet zich de laatste tijd in voor betere begeleiding en zorg voor mensen met een depressie. Ze kampte zelf meerdere malen met depressies en posttraumatische stoornissen. Zo vertelde ze in een interview met Vogue in september. Hartstikke fijn om te horen dat het weer goed gaat met Lady Gaga. En laten we hopen dat we in de toekomst nog lang van haar kunnen genieten. Was dan weer voor vandaag onstage. Heb jij ook een muzikaal talent, net als deze 3 jonge gasten? Stuur even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres. En misschien dat we jou in de volgende uitzending wel terugzien. Voor nu bedankt voor het kijken. En we gaan nog 1 keer luisteren. Welk nummer gaan jullie doen voor ons? Handsome Stranger. Zijn we er klaar voor? Ja. Veel plezier, mannen. Thanks.
met een stranger walking by the street. Just a whiskey and a cig to me. I'm a stranger walking all alone. Nothing that's mine worthy to postpone. Sit alone, uninspired. And it's tight, untied and tied. No one dancing on the dance floor. Just a predator outside my door. Glass of wine. Never saw a girl that looked so fine. Never thought that she could be mine. There she stood on her own, on the dance floor that she calls home. So I walked up to her and said, I don't think that you and I've met. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix.